Zo, Lisette. Yes. Hey, kan je vertellen waarom jij hebt meegedaan met de vetverlies-challenge? Ja, nou, ik heb al heel veel diëten geprobeerd. En dan kreeg je elke keer een weekmenu, et cetera. En dat werkte gewoon niet. En ik vond mezelf onwijs aan de zware kant. Ik zat niet meer lekker in mijn vel. Als ik een jurk aan had, dan werd er ook wel eens gevraagd van, goh, hè, ben je zwanger? Nou ja, ik heb twee prachtige kinderen en dat was het niet. En dat is gewoon een rotopmerking. Ja. Ja, ik voelde me gewoon niet meer prettig hoe ik eruit zag. En ja, ik heb me nooit laten belemmeren in de dingen die ik deed door mijn gewicht. Maar echt prettig voelde ik me er niet bij. Nee. Nee, dus dat was dan de reden van je dacht van oké, ik doe mee met de challenge. Ja. En heb je eerdere pogingen gedaan in het verleden om. Ja, ik heb onder andere shakes geprobeerd. Dus van die maaltijdshakes en dan complete vervangers. Ik heb onder andere Sonja Bakker geprobeerd. Ja, en dat werd hem gewoon niet. Ik viel altijd terug. En met die weekmenu's die je dan voorgeschreven krijgt, ja, dan gaat dat een paar weken goed. Maar dan haal je weer producten over en ben je weer met voedselverspilling bezig. Of je kinderen lusten het niet, dan sta je twee maaltijden te koken. Ja, dat werkt gewoon niet. Nee. En hoe ging dat dan bij de challenge? Ja, bij de challenge was het gewoon heel fijn dat je eigen menu's, wat je wilt eten, dat eet je gewoon. Maar waar ik heel erg mee bezig geweest was juist het eten wat ik at met andere producten. Dus meer volkoren, meer vezels, minder vetten. Waardoor het eigenlijk eten nog steeds hetzelfde, maar is het veel gezonder. En daardoor past het gewoon binnen ons huiselijke routine. En hoef ik niks extra's te doen, hoef ik geen rare boodschappen te halen, dat soort dingen. Dat Ja. was heel fijn. Nou, super. Hey, en hoe heb je de 8 weken van de challenge ervaren? Ja, nou onwijs fijn. Onwijs fijne groep zaten we ook in. Er was altijd snel een antwoord van jou als er een vraag was. Maar ook positieve dingen of negatieve dingen werden gewoon fijn gedeeld. Schoonvader natuurlijk overleden, wat er echt wel inhakte. En dan ook de steun en de support die je dan toch van iedereen krijgt. Of ja, als je een weekdoel hebt behaald of een lekker recept tegenkomt. Ja, dat was gewoon heel fijn. Ja. En zou je iets kunnen vertellen over bijvoorbeeld de coachsessies of de mini-challenges? Ja, de mini-challenges vond ik heel erg leuk. Degene waarbij je geen koffie mocht drinken, of dan tenminste de cafeïnevrije versie wel. Die vond ik het lastigst, samen met het sporten. Het sporten heb ik gewoon eigenlijk ben ik niet aan toegekomen. Ik heb wel een paar keer de gewichtjes gepakt in huis, maar dat is echt bij een 5 keer gebleven. Ja. En ja, op dit moment met twee jonge kinderen, 4 dagen werken, past dat er nu gewoon niet in. Nee. En wil ik gewoon s'avonds, als ik de kinderen op bed heb gelegd, gewoon ook op de bank zitten en daarna vroeg naar bed kunnen gaan. Dus dat zijn de enige Ja. twee challenges die niet zijn Het gelukt. lastigste waren. Ja, Ja, ja. en het sporten zit er nog steeds nu even niet in. Ja. Ja, in principe kan je de challenge ook gewoon meedoen zonder het sporten en nog steeds mooie resultaten behalen. En nou, daar ben jij dan eigenlijk wel een mooi voorbeeld van. Want welke resultaten heb je behaald in de 8 weken? Ja, nou, ik ben 6,6 kilo kwijtgeraakt. Zo. Ja, en heb daarvan 23 centimeter buikomvang verloren. 3 kledingmaten kleiner, dus 3 broekmaten. Dus daar ben ik echt, echt super tevreden mee. Ja, en rond de 83,2 centimeter totaal volgens Ja. mij kwijtgeraakt. Ja, Ja. dat is echt niet helemaal veel. En je past nu dus zelf ook je oude kleding, er zit allemaal veel te los. Ja, en je hebt het al Ja. weggedaan. Ik ben nu 2 keer gaan shoppen. En Kijk. ja, ik draag ook gewoon weer broeken. En ik heb dan nog wel een aantal shirtjes van vroeger die ik gewoon weer pas. Ja. Ja, mijn jassen die zitten ook gewoon echt aan de wijde kant. Ja, Dus want dat. eerst droeg je geen broeken. Nee, ik droeg eigenlijk alleen jurkjes. En dan die onder de borst zag maar zaten. En dan knelde er niks af. Kon je gewoon gaan zitten zonder dat je buik eroverheen hing. Of ja. Ja. Ja, en nu draag ik dus ook gewoon weer broeken. Kijk, nou super joh, echt super fijn. Hey, en zou je de challenge aanraden aan anderen? En zo ja, waarom? Ja, ik zou hem zeker aanraden. Omdat je je eigen voedingspatroon kunt maken. Maar dan een gezond voedingspatroon. Waardoor je het ook vol kunt houden. En het past gewoon binnen jouw levensstijl. En als je ergens in vastbijt, zoals bijvoorbeeld een dieetboek met voorgeschreven menu's.
dan zit er altijd wel iets tussen wat je niet lekker vindt. Of een product wat weer open blijft staan. Wat je dan misschien weer zonde vindt. En nu maak je gewoon met bewuste, gezonde keuzes. En de handreiking van jou. Van hè, wat is nou een gezond alternatief. Qua bijvoorbeeld pasta product. Maak je eigen, ja, je eten wat je eet gezonder. Ja. En dus voedzamer en minder vetter. Ja. Ja. Nou, super. Nou, ja, super mooi om te horen. En hartstikke bedankt voor deze video review. Graag gedaan.